oudste drukkerij in Suriname, drukkerij Leo Victor, bestaat dit jaar 80 jaar. In verband hiermee is in samenwerking met de schrijfster Hille Arduin het gedichtenboek Kindergedichten geproduceerd en uitgegeven. De drukkerij wil haar verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en geeft daarom iets terug aan de gemeenschap. De gedichtenbundel is een Surinaams product waarin het Surinaamse kind zichzelf kan herkennen en de geschetste situaties beleven. Danielle Lofossang, directielid van Leo Victor, zegt dat de drukkerij met dit boek de kinderen wil stimuleren om een beetje meer te gaan lezen. Voor elk gedicht is er een mooi plaatje gemaakt door de illustrator Jurnal Cardoso, ik zie dat niet. En deze gedichtenbundel willen wij cadeau doen aan de kinderen van Suriname. Waarom willen we dat doen? Het is een beetje bekend dat de kinderen in Suriname veel te weinig lezen. Terwijl je van lezen erg wijs wordt en het draagt bij tot de ontwikkeling van jezelf. Dus ja, met gedichten lezen is leuk, is een leuke activiteit. Wij willen met dit boekje jullie stimuleren om een beetje meer te gaan lezen. De gedichten gaan over alle mogelijke zaken die kinderen aanspreken, zoals een stout zusje, schommelen, een lievelingshond die doodgaat en haarkammen. De leerlingen van de Rankin en Stelen School hebben na een workshop met Arduin geleerd om zelf gedichten te schrijven. Zij mochten vandaag ook hun gedicht presenteren. Heli Arduin, schrijfster van het gedichtenboek, zegt dat iedereen gedichten kan schrijven. Het is daarom belangrijk dat je het vanuit je hart doet. Je moet, als je iets denkt, moet je vanuit je hart schrijven, je moet het voelen. Toen ik gedichten heb geschreven die in dit boekje voorkomen, daar ben ik geloof ik al 2 jaar geleden mee begonnen, ben ik in Nederland met de kinderen die gedichten gaan lezen, gaan bespreken. En toen kreeg ik een uitnodiging om naar Jamaica te gaan. Sint Maarten, s'avonds in Toestaatjes, daar praten ze Engels. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga die gedichten in het Engels vertalen. Toen heb ik ze in het Engels vertaald en ben ik naar die landen gegaan. En die kinderen vonden het leuk. Daarna kreeg ik een uitnodiging om naar Aruba en Curaçao te gaan. En daar praten ze Papiamento. En toen heb ik het in het Papiamento laten vertalen. En die kinderen vonden het ook leuk. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het nu met Surinaamse kinderen doen. Heli Arduin, schrijfster van het boek Kindergedichten. Zij sprak vandaag in de bibliotheekzaal van het CCS in verband met de presentatie en schenking van de gedichtenbundel. De bundel wordt in verband met de jaardag van Leo Victor in oktober dit jaar als verjaardagscadeau geschonken aan diverse basisscholen en instellingen in Suriname.